Goedendag, welkom bij het POSMA Financieel Adviesjournaal met als thema duurzaam wonen. Ja, een item wat op dit moment natuurlijk veel plaatsvindt is de duurzaamheid. De energierekening die maar blijft oplopen. En je hoort steeds meer mensen die daarmee in de moeilijkheden komen. En wat daar natuurlijk bij komt kijken, van ja, wat kun je daar nou aan doen om te zorgen dat dat duurzame wonen er komt. Zodat je energielasten enorm afnemen, waardoor je dus de komende periode goed doorkomt. Nou, doelstelling vanuit de overheid neem ik allereerst even met jullie mee. 2020 even terug, zouden alle nieuwbouwwoningen energie-neutraal moeten zijn, dat is gelukt. 2030 alle woningen gemiddeld een A-label, daar ligt nog wel een behoorlijke uitdaging. En in 2050 de gehele woningvoorraad energie-neutraal. Nou, daar moeten we er gewoon naartoe. Kijken naar 2030 zijn dat zeker ambitieuze doelstellingen. Die hopen we met z'n allen te halen. En er wordt heel hard aan gewerkt op dit moment. Woningmarkt 2050. 75% is nu al gebouwd. Dus er wordt nog 25% de komende periode bijgebouwd. En die zullen dus allemaal energie-neutraal moeten zijn. Nou, energielabels van woning met een hypotheek hebben we gemeten, hebben we op elkaar afgestemd. Je ziet dat er nog een hele hoop woningen in die C-categorie zitten, maar ook nog steeds veel woningen na C. En dat is een behoorlijk probleem, daar moet heel hard aan gewerkt worden, want dat zijn energierekeningen die daaraan gekoppeld zijn waar we niet heel erg blij van worden met z'n allen. Nou, benieuwd waar je op kunt besparen. Green Home heeft een hele mooie bespaarknop op hun site. Het is goed om daar eens een keer een huiscan te gaan uitvoeren, zodat je kunt zien wat voor maatregelen je allemaal kunt nemen. Welke maatregelen er allemaal zijn, neem ik nu met jullie door. Het stappenplan voor een energie- en duurzame woning, dat zijn er in dit geval 4. We praten heel vaak over zonnepanelen, maar wat wel vergeten, wat is natuurlijk isoleren heel belangrijk is, niet te vergeten ook ventileren. Ja, want het is mooi dat er volledig geïsoleerd wordt, maar ventileren is ook absoluut heel belangrijk. Duurzaam verwarmen en haal de zon in huis. Dat zijn de zonnepanelen onder andere. Een plaatje daarbij, isolatie, schuindak, spouwmuur, zonnepanelen, een combiketel of aardwarmte. Dus er zijn heel veel mogelijkheden daarin. Vergeet isoleren absoluut niet. Om deze zaken te kunnen bekostigen, daar zijn er natuurlijk financiële oplossingen voor om dit te kunnen doen. Nou, dat kan uiteraard met je eigen spaartegoed. Dat kan financieren met een tweede hypotheek. Dat kan door middel van nationale en regionale fondsen, duurzaamheidslening bijvoorbeeld. Er zitten wat voor- en nadelen aan. Duurzaamheidslening is over een wat kortere periode terugbetalen. Rente ligt wel wat lager. En er zijn ook subsidies te behalen. Duurzaam verbouwen met je eigen vermogen, nou, er zit wat voordeel in. Een hoger rendement ten opzichte van je spaarrekening op dit moment. Eenvoudig zelf te regelen, je hoeft daar niet een financiering voor aan te vragen. Geen kosten voor financiering, telt niet mee bij je box 3. Hè. Stel, je haalt het uit je spaargeld, gaat je spaargeld saldo naar beneden, dus je betaalt wat minder belasting. Lagere maandlasten door een lagere energierekening en een waardevermeerdering van je woning zonder dat je schuld oploopt. Duurzaam verbouwen zou je het op basis van een hypotheek kunnen doen. Dan is het 106% van de woningwaarde wat gefinancierd mag worden. Een standaard hypotheek is 100. Maar omdat je duurzaam verbouwt, kun je het zelfs 106%. Je kunt 9000 euro extra nog krijgen middels een groen depot. En zelfs 25.000 extra ruimte bij een groen hypotheek. Duurzaam verbouwen met een extra hypotheek, extra 9000 euro energiebesparende voorzieningen in alle nieuwbouwwoningen, 25.000 euro ruimte waar we het over hebben gehad bij aankoop of renovatie naar 0 op de meterwoning, of een EPC-waarde van 0 of lager. En 100% woningwaarde, de kosten van energiebesparende woningen, volledig meefinancierd tot een maximaal van 106% marktwaarde. Wordt getaxeerd, de taxatiewaarde is uiteindelijk de marktwaarde en daar dus 106% van. Extra lenen op basis van de woningwaarde. Nou, je ziet dat daar een mooi plaatje de marktwaarde 2 ton is. En de max na verbouwing is 205. Nou, normen 8%, dan kom je dus op 208.000. Plus nog dat extra budget 217.300. Dus er zijn best veel mogelijkheden op basis van je huidige woning. Ook al heb je hem al
hypotheek gevestigd om daar dus een extra hypotheek voor te krijgen. En er wordt gewoon aan alle kanten gestimuleerd om dat extra hypotheek ervoor te krijgen, omdat daar ook een besparing tegenover staat. Ja, je hebt natuurlijk te maken met extra hypotheeklasten, maar die hypotheeklasten wegen niet op tegen de besparing. Vandaar dat de geldverstrekker en ook de overheid daarin meedenken. Duurzaam verbouwen door middel van een groen depot. Dat is een gereserveerd bedrag om te gebruiken voor energiebesparende maatregelen. Dat wordt ook alleen maar beschikbaar gesteld daarvoor. Looptijd is maximaal 24 maanden. Dat betekent dat het depot beschikbaar is, maar de looptijd maar 24 maanden is. Uitgangspunt moet zijn dat je bij Green Home de huiskern gedaan hebt. Geen rentelasten zolang er geld in depot staat. Dat betekent dat neem je geen geld op, dan betaal je ook geen rente. En regulier lenen op basis van eerder besproken extra financiersruimte. Dus dat wordt gewoon getoetst op basis van de eerdere ruimte. Nou, bijvoorbeeld energiebespaartraject is weer die 2 ton. En je ziet dat je dan tot een 12.000 euro extra kunt gaan lenen. Duurzaam verbouwen met een hypotheek voor een duurzame nieuwbouwwoning. Vaste rentekorting van 0,5% voor 10 jaar. Geldverstrekkers willen ook heel graag dit stimuleren. En zeggen ook van ja, weet je, omdat je dus in je maatlasten achteruit gaat, heb je als voordeel als geldverstrekker dat je natuurlijk het risico wat minder wordt. En daarvoor willen ze ook dat stimuleren door middel van die 0,5% extra korting op de rente. Als je dat doet, dan moet dat op basis van annuïteiten worden afgelost. Je vereist wel een groenverklaring, een certificaat duurzaam hout moet dan afgegeven worden. Ook daarin kunnen partijen met wie u dan zaken doet, geven die certificaten af. En het bedrag is afhankelijk van het type EPC. Nou, ook dat wordt allemaal tijdens de bouw gedaan. EPC-waarde van 0 is het onderste, 150.000 euro van appartement een ton. EPC-waarde van een woning 0,26 is dus een ton en een appartement 65.000. Dus daar is het afhankelijk van. Mocht je vragen hebben, kun je uiteraard ons daarover benaderen. Financiële oplossingen, duurzaam verbouw met energiebespaarlening zijn ook mogelijkheden. Dus buiten die hypotheek is er ook mogelijk om een andere lening te nemen. Daar zit wel een minimum aan van 2500 met een maximum van 25.000. En zelfs 50 bij, voor de NOM. Ook voor VVE's, dus dat betekent de appartementeneigenaren, de VVE, of die vanaf 10 woonheden een specifieke voorwaarde hebben. Maximaal 75% van geïnvesteerde bedrag moet in zonnepanelen, maar de maximale leeftijd van de aanvrager moet 75 jaar zijn. Meer voorwaarden kun je vinden op www.energiebespaarlening.nl of benader ons om daar wat meer over te kunnen vertellen. Je ziet dat de rentevaste periode, die heel belangrijk is, dat die tot 5.000 7 jaar is, vanaf 5.000 10 jaar en als je meer leent tussen de 15 en ook 25 of zelfs tot die 50, dat het 15 jaar moet zijn. Dat betekent dat de rente vaststaat, dat is een zekerheid voor jezelf, maar ook zekerheid voor de, in dit geval, het energiebespaarfonds. Met als doelstelling met elkaar, wij wonen duurzaam, want we hebben met z'n allen een hele hoop te doen nog. En voor een betere wereld, maar ook voor wat meer ruimte in de portemonnee. Bedankt voor jullie aandacht.